Hoplala! En leuk dat je er weer bij bent bij deze uh, top 5 Nederlandse supermarkt Pilsners. Ja, ik heb eerder de goedkoopste gedaan: de top 5 uh, goedkope uh, supermarktbieren. Uh, te vinden op dit kanaal. Dus als je het nog niet gekeken hebt en je bent nieuw op mijn kanaal, be my guest. En als je dan toch bezig bent, uh, kom er gezellig bij. Join the club. Me bij, abonneer, ja zeker. Um, top 5 Nederlandse pilsners, ja um, Heineken en Amstel vallen daar voor mij niet onder. Er zijn heel veel liefhebbers van, maar ik ben daar niet iemand van. Uh, ja, wat dan wel, hè? wat dan wel. We gaan beginnen, we gaan beginnen met het flesje wat er misschien niet het mooiste uitziet, maar wat nog steeds een van mijn favoriete supermarkt pilsjes in Nederland Nederlandse brouwerij, dus is. En dat is de Dommels. Ik vind het alleen jammer, nogmaals, dat. Mm, dat ze dat etiket zo veranderd hebben. Dat vind ik echt jammer. Ja, 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 ja. En dan hebben we natuurlijk. je, je bent die bierblog gewend, een glas. Oh nee, het zit al in glas. Nee. Pils, echt, kom op. Dus misschien krijg ik reacties van. ja, maar het is toch interessanter om het in de. Nou, volgens mij, zelfs een 4K zie je geen verschil in pilsjes hoor. De een schuimt wat minder dan de ander. Maar nee, ik vind dat echt niet boeiend genoeg. Volgens mij komen ze allemaal met 5%. Uh, zo niet, dan geef ik het aan. Deze zeker wel. Uh, hij is nog goed tot uh, 6 maart 2024. Dus uh... hoppata! Cheers! Oh, zo lekker voor de dorst, hè? Nee, ja, tegen de dorst natuurlijk. Als je er veel van drinkt, krijg je weer dorst. Ik vind hem nog steeds lekker. Hij heeft ook een fijne bitter. Er zijn zappils in Nederland die minder goed op zijn dan de dommels. Alleen, ik vind het nogmaals zo jammer van het etiket. Want je denkt, ja, ik snap niet dat ze dit hebben gedaan. Dat zilveren dat zilver etiket was veel mooier. Nou, ziet het trouwens, Euro Shopper of Albertijn bezig tegenwoordig. Gelukkig is het dan niet. Ik hou deze op een schaal natuurlijk. Op een hele mooie trommelgeroffel. Ja, ja, 7,5. Ja. Dan gaan we zo door naar het volgende pilsje: op naar een mooie flesje. En de enige echte. Hertog, de enige echte Hertog. Welke dan? Jan natuurlijk. Ja, de Hertog Jan. Natuurzuiver bier, traditioneel. Ja oké, okay, dat staat er altijd op, traditioneel. Uh, ik voel me net weer de keuringsdienst van waarde. Daar hebben ze een leuke aflevering over trouwens? Maar daar kijk je helemaal niet, je kijkt naar mij. Uh, traditioneel gebrouwen met natuurzuiver water en geselecteerde granen en hopsoorten. Deze komt met 5,1%. Dus kijk uit dat je niet dronken wordt. Zo, dat is heavy. Yes! Ik ben benieuwd hoe het die gaat. na de dommels. Het komt uit dezelfde brouwerij, hè? Dat is wel grappig. Cheers. Ik vind het zo lekker door hè? Zo. Ook oh, deze heeft weer die fijne bitter. Maar is jammer dat die al op is. Want eigenlijk, ik ben benieuwd. Die bitter is heel erg vergelijkbaar met elkaar. Ja. Al heeft, denk ik, de Hertogian iets meer balans tussen mout en hop. Ja, dat denk ik wel. Maar ze is. Voor mij persoonlijk verschillen deze twee niet veel van elkaar. Um, ik vind het een fijn pilsje um, voor degene die mij langer kijkt en waarom, die denken: waarom ziet die gast eruit als een, als een rocker of een hippie of een, weet ik veel? Uh, omdat ik zing, tenminste, dat is mijn image ook gelijk. Um, en op de jam, we hebben gewoon iedere maand, ga ik maar een jam doen met andere muzikanten. Uh, in België heet dat een confituur. Ja, confituur. Um, <laughs> en dan hebben we altijd het toch Jan-Pils? Omdat uh, iedereen is daar oké okay mee. Er is, zijn heel weinig tegenstanders voor deze pils. En logisch, ik begrijp, het helemaal, ik begrijp het helemaal. Maar ik zet hem toch op hetzelfde cijfertje als die dommels hier. En ik zet hem op 7,5. Ja, 7,5. Op een pils -schaal. nogmaals. Um, ik, ik zie Pils echt los van speciaal bier. En ja, dat is het ook gewoon toch? Het is een fris, uh, ja, een fris drank onder den bieren. Vind ik. Tot zo. Op naar de Grols. Dat lijkt wel een klein beetje op Heineken, hè? Ik bedoel qua flesje, niet qua smaak. I got you there, right? <laughs> nee, maar uh, groen, hè? Groen, groen. De... Eerlijk is eerlijk, vind ik een beugelfles lekkerder drinken dan dit flesje. I jawel, maar ik wil hem expres eerlijk houden. Dus in dezelfde soort flesjes. Dus alleen maar de flesjes die in de kratten zitten. Ja. Uh, yeah. Goed hè? Ja, ik, ik neem het wel serieus. Ook al ben ik eigenlijk nooit serieus, maar ik neem het toch serieus. Grols, ja, wie kent hem niet? Deze heeft, in tegenstelling tot de Hertog Jan, waar ik weinig mensen negatief over hoor, echt zo laffig door heden. De Frank zegt altijd tegen mij: daar krijg je koppijn van. Ik zeg: ja, dan moet je een half krat op een avond leegschuipen." Ja, en andere mensen krijgen weer koppijn van. Heineken, of Amstel of uh, Dommels of Wezin uh, dat allemaal, joh. Warsteiner. Waarom zit Warsteiner er niet bij, Randy? Die is super lekker omdat het geen Nederlandse brouwerij is. Ja. Nou ja, gros. Voor mij komt die ook gewoon met 5%. Ja, die komt met 5%. En we zijn weer gelukkig. Uh, verfrissend pils en een zachte afdronk. Om samen van te genieten. Proost. Samen, samen. Nou ja, jullie kijken toch? Dus in principe is dit een soort van samen. We zijn allemaal samen. Ja, yeah. leuk hè. Now Yes. Curious. Grols is veruit, bij deze drie dan, hè, veruit het meest moutige bier. En er volgen nou hierna nog twee. Maar ik denk dat die dat blijft. Alleen wat ik fijn vind aan Grols, is dat de combinatie tussen, tussen, tussen de moutigheid en de hop wel gewoon echt goed is gedaan. Want um, je hebt moutige bieren zoals ja, een Amstel. Gaan we weer over Amstel lullen. Maar die is over het algemeen wat moutiger en wat minder bitter en minder hop. Ja, minder op, andere op, weet ik veel. Maar ik vind een grols dat gros altijd mooi in balans heeft. Uh, en ik ben ook altijd heel blij dat ze dit bijvoorbeeld. Nou, in een gemiddelde bioscoop hebben ze altijd gros bij een paté dan. Maar daar ben ik al blij mee. Want ik hou van gros. Niet van de kanon. Dat vind ik echt, uh, vind ik echt smerig. <laughs> uh, maar ja, wel van, wel van Pils. Uh, ik koop hem eigenlijk standaard als het grond in de aanbieding is, koop ik hem. Ja, dat geldt ook wel over Hertog Jan. En Dommels ook wel. Maar Dommels is over het algemeen, ik denk, de goedkoopste van al deze pilsners die ik vandaag review. Ja, ik weet bijna weinig wel zeker, want de pils, twee pilsners die hierna nog komen. Peace, motherfucker! Die zijn sowieso het duurst. Dus ik heb nou wel een klein beetje een. Ja, een rangorde, zeg maar omdat ik... Het is gewoon niet slim om met... Als je van tevoren weet van... Het bitterste bier of... Daar moet je niet mee beginnen. Want dan geven dan de rest geen redelijk cijfer meer. Snap je? Ja, grols. Waar geef ik grols? Ik vind het gewoon zo lastig om... Ik vind deze pilsjes allemaal goed. Maar... De, ja... Ze hebben allemaal... Verschillende kwaliteiten, eh, tegelijkertijd smaakt Pils natuurlijk ook wel heel erg naar elkaar. Eh, ja, niet, een, niet een Nederlands Pils en een Duits Pils natuurlijk, maar wel als je alleen maar Nederlanders reviewt, dan gaat het echt naar elkaar smaken. Dus het verbaast je niet en het is niet echt heel spannend dit allemaal, maar ik moet echt eerlijk zijn met jullie. Ook een 7,5 voor Grol. Zo, dit gaat moeilijk worden om straks gewoon een top 5 te gaan maken. Ja, zo Jezus. Ja, dat wordt lastig. Nou ja, goed. We hebben er nog twee te gaan. En je weet niet waar het heen gaat. En ja, verzin die zelf maar. Tot zo. Op naar de gulpener. Maar Randy, dit hebben we toch niet afgesproken. Je ging toch gewoon normale pilsjes reviewen. En toch geen fucking oerpils ja, die moet ik even uitleggen. Ik heb echt mijn best gedaan. Mijn uiterste best. Ik ben bij de Dirk geweest. Ik ben in een paar slijterijen geweest. Ik ben bij de Albert Heijn geweest. Bij de Jumbo geweest. Geen enkele fucking winkel. Had de normale gulpende pilsner. Wel online, maar ik wil dat juist makkelijk gewoon in de supermarkt kunnen halen. Want daar draait heel deze review om. Bieren die makkelijk te, te verkrijgen zijn, pilsen die je makkelijk kan vinden in de, in de Nederlandse supermarkt. Daar draait het om en daarom kijk jij misschien ook wel. Um, dus ik heb eerst een Facebook-berichtje gestuurd naar ze, na nou, een week gewacht, niks ontvangen, of uh, ja, wel gelezen, dat wel. Dus ik denk, ja, dat kan, hè. want dan kan iemand zijn die daar gewoon uh, ja, een jong iemand, een, een stagiair zelfs. Uh, je weet het niet, hè? Of, of iemand die het is vergeten, of. Uh, kan allemaal. Dus toen dacht ik nog niet zoveel bij. Maar ik heb nou twee weken geleden alweer een fucking e-mail geschreven. Ook daarover. En ook gewoon gezegd: Van ik wil jullie graag bij die top 5 hebben. Hoe zit dat met die pilsneren? Niks, helemaal niks. Dus ja, ik vind Gilper een leuke brouwerij. Maar die marketing bij hun is echt super, super slecht. En dat mag gezegd worden, en dan zijn super veel verbeterpunten in te vinden. Um, dus we doen het met de Oerpilsner. Nou, ligt die qua prijs ook rond de euro? Dus ik weet niet precies wat de verschillen zijn. Maar hoe kan het een groot verschil zijn als de gewone pils en de Oerpilsner bijna hetzelfde kosten? Misschien een andere soort hop of zo. Komt trouwens ook met 5%. Al uh, oh, acht generaties brouwt onze familie in het Zuid-Limburgse Heuvels. In de Zuid-Limburgse Heuvels, ja. De meest smakelijke uitgesproken en eerlijke speciaalbieren. Dit is geen speciaal bier, dit is een pils. Dit doen wij met gerst, hop en water. Nou gelukkig wel, hè, ja. zonder water wordt het wel echt een, een zware de Maagse. Ja. Uh, uit eigen regio, ja dat weet ik. Het is allemaal bio en zo. Uh, onze onafhankelijkheid geeft ons de vrijheid om de keuzes te maken die goed zijn voor onze bieren en omgeving. Maar, nou, niet goed voor jullie marketing. Nee. Uh, ja. Dus ja, ik vind nog steeds dat Gulpen erbij hoort. Want hoe de fuck kan ik een uh, geloofwaardige top 5 maken? Zonder die erbij te doen, want die hoort gewoon echt hierbij. Nogmaals. Maar nou ja. heb wel een beetje een bittere nasmaak. En dat bedoel ik niet positief. Cheers! smaakt wel duidelijk anders dan deze drie. Dus er zitten wel degelijk verschillen tussen het gewone pils waarschijnlijk van Geholpener en deze. Maar wat dan? Deze lijkt mij met een iets kruidigere hop te zijn gebrouwen. Want dat is vooral wat ik proef, een kruidige hop. Hij is niet meer bitter dan deze drie. Maar er zit duidelijk een ander soort hop in. Uh, Moutig, redelijk, redelijk. Uh, maar het is vooral dat kruidige, die hop. En... Ik vind hem super lekker. Ik had er een heel sixpack van, dus dat weet ik al. Maar ik vind het nogmaals zo jammer dat ik gewoon het gewone pils. Losgezien van dat ik het online bij de Albert Heijn wel kan krijgen, nergens meer te vinden is. En daardoor eigenlijk niet de top 5 heb kunnen maken die ik eigenlijk had willen maken. Waarom? Waarom? Nee, ik vind hem super lekker. Ja, hij komt weer op 7,5 uit, denk ik. Ja. Ja. Nou, dat houdt voor jullie wel spannend. Als ik deze nou opeens van acht geef, dan weet je, oh, dan is die sowieso beter dan deze drie. En nu weet je helemaal niks. Want ik wil natuurlijk wel dat jij blijft kijken tot het einde van deze review. Heb jij het ook zo warm? Nou, die is wel echt veel voor, het, ja, te veel voor de hand liggend, hè? Maar ik moest hem maken. Ik had gewoon brand in mijn koelkast. Eh, nee, is niet leuk. Um, brand dus, als laatste. but zeker not least. Want eerlijk is eerlijk is dit altijd officieel mijn favoriet geweest. Maar ik heb ze nog nooit in een top 5 gereviewd zoals nu. Dus dat kan best nog wel interessant gaan worden hoor. zeg ik het zelf. Uh, 18 plus. Ja, liever wel. Liever 18 plus. Want anders kom ik in een probleem. Oh, het ging over het bier. Uh, brand Pilsner. Yes. Goed op maart 2014, of uit 2014, <laughs> 2024, of course. Ehm, uh, karaktervol pils met een frisse hopsmaken. En wat is dit? Wat staat er nou weer? Oh, een zachte afdronk. Brand heeft toch geen zacht? Trouwens, dat stond toch ook al bij die gulpen, dacht ik. Nou ja, maar ze, ze stelen gewoon hun slogans van elkaar. Slim. Ehm, uh, Brand heeft in mijn optiek helemaal geen zachte afdronk, want het is eigenlijk qua supermarkt Nederlandse pilsners voor mij het meest bittere bier, zeg maar. Want meer hop is meer smaak. Dat is een fucking slogan. Dus dat klopt niet helemaal het brand. Nee, dat klopt niet, hè. Uh, komt ook maar 5% volgens mij. Maar ik kan het zo snel niet vinden. Maak, die, maak het nog kleiner, hoor. dat, uh, dat uh, etiketje. Ehm... Uh, Glasbottle. Ja, dat zie ik ook wel dat er een, een glazen bottle is. Waarom zie ik dat nou niet? Zie oh, hier. Ja, het is altijd best wel duidelijk. Vijf procent, inderdaad. Nou. moment van de waarheid. Cheers. Ik had brandoprecht het meest bitter verwacht van al deze bieren, maar als ik ze nou zo achter elkaar drink, of zuip, wat je wil, is dat... Nee, valt dat wel mee? Je moet er wel van boeren, zo. Ik denk wel dat hij veruit het meeste koolzooi heeft van al deze pilsten. Maar nou, volgens mij kan dat ook nog liggen aan wat voor badge het is, hoe oud het is en al die dingen. Dus dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar ja, hij is ook veruit het duurst. Of oh, ja, veruit. Maar hij is het duurst volgens mij. Ja, toch, Jan is ook prijzig. Maar voor mij is deze natuurlijk duurder. Dat gezegd hebbende, hè, ik vind hem nog steeds wel echt een lekkere smaak hebben. Ook combinatie mout en hop. Al, al denk ik dat de combinatie mout en hop echt dat gros daar het beste is. Ja, dat verbaast mij ook. Maar die combinatie Moutig en Hoppig. Ik bedoel, wat ik al zei, je hebt Amsterdam, die is meer Hoppig. Eh, Bavaria, die doet ook wel redelijk trouwens, maar die heeft het net niet gehaald. Die is ook op zes zetten, zeg ik eerlijk. En dat vind ik een prima pilsje. Ook al had hij vroeger niet zo'n goede naam. Eh, Bavaria had geen goede naam, maar inmiddels is dat wel goed. Uh, komt ook uit Brabant en al die shit. Maar goed, die zit er niet bij. Net niet hoor, net niet. Ehm. Um, maar danst, ja. Um, maar toch. Wat is het punt wat ik wilde maken? <laughs> Ga goed. Um, ik denk toch dat ik deze reviews iets te snel heb opgenomen, jongens. Ja, ik uh, drink het wel weg als water, maar dat is niet echt de bedoeling, natuurlijk. Um, wat is mijn fucking punt? Oh ja, die moutige dingen. Ja, inderdaad. Dat ene bier is moutig. Zoals Alfa trouwens ook. Daar mis ik echt een billetje weer in. Um, wel lekker, maar ik mis de hop. Ja, ik denk dat de Gros de, de beste balans daarin heeft. Wat wil niet wil zeggen dat de beste is voor mij persoonlijk, want het is nog steeds mijn persoonlijke pilsmaak. Dus als jouw smaak iets anders is, helemaal prima. Want dit is mijn review, en niet de Mmm. Hmm. Nou, ik denk wel heel lekker weg. Ja. Um. Ja, toch zit ik alweer op 7,5. Dat wil dus zeggen dat ik de pilsjes in Nederland. Over het algemeen allemaal even hoog rate. Omdat, omdat de verschillen te, te, te weinig zijn, eigenlijk. Zeker als je ze achter elkaar drinkt. Um, Daar heb ik niet speciaal verwacht. Nee, maar dit zijn. Dit is ook niet voor niks mijn top 5. Hè? Ik bedoel, als ik hier 10 Nederlandse pils. Dus dan hadden we het echt wel lager geëindigd. Ja. En als je mijn kanaal langer volgt, dan weet je dat ik. Groot fan ben van de Duitse pilsners. Ja. 7,5 is nog steeds heel degelijk natuurlijk. Maar het is zo saai als ik alles 7,5 geef. Maar toch geef ik het ook een 7,5. Dan wordt dit wel heel spannend, hè? Wat ik dan als top 5 ga geven. Dan zet ik deze even hier. En dan is het net of het de winnaar is. En. Het duurt nu een momentje. Ja. Ehm. Um... Nou, we beginnen bij welke het laagst is geëindigd, natuurlijk. Um, dat vind ik echt een hele lastige. Omdat deze twee jongens, hè. De Heidog Jan en de Dommels. En het nogmaals, het is een fucking top 5. Ze zijn allemaal hetzelfde cijfer. Dus ook al eindigt iets op de laatste plek, dan is het nog steeds een hartstikke goed pils. Want het is de fucking top 5. Snap je die? Ja. <laughs> Voordat ik alles weer moet gaan beantwoorden in de comments. Um, ik zal zeggen de Dommels, maar als je de prijs slash kwaliteit meeneemt, dan is Dommels wel degelijk een stukje goedkoper dan Hertog Jan is. En ik vind ze zo weinig, ja, zo weinig uitmaken in smaak. Zeker als je ze achter elkaar drinkt, dat het spijt me zeer. De Dommels als laatste, of de Hertog Jan als laatste gaat eindigen. Ja, maar nog steeds. Het is een super lekker pils. En ik drink hem nog heel graag op de confituur. Maar toch. Hij eindigt als laatste. Want hij is Persoonlijk vind ik hem te duur dan voor wat het is. Dan komt de dommels. Die staat al goed. Die komt daarna. Ja, die komt daarna. Dan zitten we nu bij de. Top 3. Wat wordt de top 3? Wat wordt de top 3? Wat wordt de top 3? Op 3 is geëindigd. Ik vind hem super lekker. Maar nogmaals. Niet speciaal beter. Anders in smaak. Niet speciaal beter. Niet hoppiger. Andere hop. Dat denk ik daadwerkelijk. Hij is kruidiger. Maar ik had gewoon de echte gulpen erbij willen hebben. Nogmaals. De echte pils. You know. Ja. Deze weet je eigenlijk al. Uh. Ja, toch? Ik had het niet verwacht. Grot eindigt op 2. Brand eindigt nog steeds op 1. Ik zeg al, ik had een bitterder verwacht. Omdat ik altijd dacht dat die bitterder was. Ik kan ook per batch verschillend schijnen. Misschien is die ijs zeker niet vers. hè, Want ijs is nog maar 4 maandjes goed. Um... Maar de smaak is nog steeds heerlijk van brand. En van al deze pilsen nogmaals. Want het is een fucking top 5. Oké. Okay? Dus ik wil een. Hallo, ben nog? Het is gewoon. Ja, dat is het dus. Ik ga nog even heerlijk nagenieten van al deze pil. Nou, van alleen de brand natuurlijk. Maar die anderen zijn allemaal al op. Ik vond het super leuk om te maken. Leuk dat ik een keer geen goedkope bocht hoef te drinken. En dat ik gewoon eens een keer een top 5 mag maken met positieve dingen. Uh, niet dat ik het erg vond om die goedkope pilletjes te reviewen. Don't get me wrong. Het is nog goedkoper ook. Want wat ik per flesje hier betaal, joh, dan had je daar halve iets voor zo wat. Dus oké, okay. dat heeft ook zijn zames. Maar mm, 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 mm. Dit is toch wel iets meer genieten. Um, stop ik hierna? Nee. Ik ga nog wel een lekker speciaal beetje drinken straks. Ja, 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 ja. Pils is leuk. Uh, Frisdrank om dan bieren. Maar. Ja. You know the drill. Dankjewel omhoog. Super gelukkig word ik dan nog steeds van. Blablabla. En abonneren, want dat zei ik al. Tot de volgende keer, tot de volgende. Wendy's Beer Block.